What up mensen? Het dekentje kwam even in beeld, hè? Want Shen wil alleen een beetje dekentje erbij. Oh, gaat hij weer erop heen? Zo. Is dit het concept of zo? Gewoon, ja, een dekentje op de bank met een ontbijtje. Kun je vandaag het ontbijt geregeld? Ik heb gewoon brood gehaald en ook niet helemaal te laten zien. Jawel, want het is zo grappig toch? Een normaal persoon die brood snijdt is het helemaal netjes en Quinn die komt gewoon zo terug. Is toch brood? Ja. Brood is brood. Is ook zo. Ja. Maar aflevering 7 alweer hè? Zullen we hier eruit gaan? Leven we nog? Dat is echt de grote vraag hè? Echt hè? Ja. We gaan het meemaken. Okay. Weet jij dat dacht? Wat? Dat ik niet met jou bezig was. Was je toch ook niet? Echt wel. Dus ben jij niet aankeken wat je met mij bezig? Ik zat elke dag daar te huilen. Maar dit zie je echt totaal niet, maar ik heb wel gehuild. Ik heb ook gehuild, heb je het ook niet gezien? Jawel, nu toch, nee. Ja, maar niet daar. Nou ja, hoe kan het? Leidt tot drastische keuze. Hoe kijk je naar jullie relatie? Welke relatie? Mijn relatie is ongeveer. Ik hoef niet meer te hebben. Nee. Maar de eerste kampje, dit is toch niet normaal? Dit is niet normaal. De eerste kampje is iedereen klaar mee. Echt knus allemaal. Totaal onverwacht. Normaal bij de laatste kampje zeg maar, gaat alles volgen. Maar nu eerste kampje. Yes, so. Ja, zo. Ook derde. Meestal bij de derde kampje. Ja. En mensen echt er klaar mee of tweede. Maar hier gewoon de eerste gelijk klaar. Eigenlijk kon hier iedereen al koffers pakken en ze gaan naar huis. Ja. Game over van gelijk. We zijn echt knus allemaal. Op het begin stond het fotolijstje best mooi op je kamer. Een toevoeging, want je had geen telefoon en zo. Ik dacht, ja, ik heb een tablet, dat is een beetje licht zo mooi. Ja, maar... dat bleef niet lang leuk. Maar mag één zeggen? Ik begrijp niet dat de jongens dat dan bij de meiden gaan luchten. Bij de meiden die ze leuk vinden. Dan ben je toch gewoon bezig. Ja, wat moet je dan? Nou, gewoon met je broze over praten. Ja, want ik kijk, iedereen volgt zijn eigen verhaal hè. Snap je, iedereen zit in een andere relatie en iedereen heeft een eigen situatie. Ja. Dus als jij, als Fabricio met mij kwam praten bijvoorbeeld, kon niet, want ik was al aangeslagen van de beelden van jou, snap je? Damien ook. Nee, en ik snap wel wat je bedoelt. Dus Fabricio kon met zijn vriend bij mij komen, maar in mijn hoofd zou ik hebben van ja, hé, toch, ik heb ook, kan naar jou gaan luisteren. Dus dan ga je naar een meid die niks aan haar hoofd heeft en die bij jou daar is om te verleiden. Snap je dus dan, zij luistert, het is een luisterend oor. Wij komen ook wel af en toe van bro, kom op, hè, maar niet zo praten, snap je? Omdat, is, ja, okay. Is, omdat iedereen gewoon al zijn eigen pijn aan het verwerken is, zeg maar, soort van. En jullie vrouwen hebben ik had meer, nee, van, ik had ja, het ook niet. Ja, maar ik zei dan gewoon van, ja, wat ik had gezien of dat ik het kut vond. Maar ja, dan, daarna ga ik niet helemaal erop in van, ja, en dit vind ik zo erg en dit. Maar dan denk ik, ja, wat heeft die jongen daar aan? Want dan denkt hij, nou, in de pokken. Ja, maar dat is anders. Ja, maar ik vind het zeg maar niet leuk. Kijk, ja, wij ik wil wel iets stoms over jou zeggen, maar iemand anders niet. Snap je wat ik bedoel? Nee. Maar wij mannen zoeken gewoon... Wij hebben soms dat, zeg maar, die liefde nodig, snap je? Van een man. En bij vrouwen is dat gewoon anders. Ja. Wij mannen zijn wel stoer en zo, maar wij hebben soms even die zachtigheid nodig. Op zijn hand. Gewoon best vanmiddag. Probeer ons kopje te doen. Mag ik nog één zeggen? Ik snap niet dat hij zich zo vernederd voelt hierdoor. Ja, gewoon hoge ego. Ik heb gezegd dat het leuk heeft. Zijn vriendin Shanna leek recht in de armen van Verleiden Mitch te lopen. Als ik jou ook aankijk... Ja. Recht in de armen. Je dacht niet aan mij, hoor. Hm? En hier ook. Je dacht niet aan mij. Hiervoor heb ik mijn tranen nog afgeveegd. Hier dat... Je lijkt wel, maar ik heb mijn tranen hiervoor nog afgeveegd. Ik voel mij niet meer wat ik zoek. Ik dacht gewoon echt dat, ze wel, dat hij liefde voor mij... Ja, hij was al vers op. Waarom hebben we jou meegenomen? Om mee te blijven denken. Met jou ook gay. Nee, helemaal niet. Ik ben wel met Quint. Maar ja, zo te zien. Het was echt wel jouw idee. Shen, ik ga me bewijzen. Nou, ik weet niet waar dat is gebleven, maar dat was niet helemaal gelukt. Nou, hebben jij ook niet. Ik denk dat de Temptation ook. Ik had ook niks te bewijzen. Daarom juist, waarom ging je dan de foto? Welke fout? Ik wil een vraag op jou. Rot op. Ja. Dat is gewoon vrij. Ik dacht dat hij al pijn doet. En jij gaat gelijk bij iemand anders liggen. Mijn man. Je ligt toch bij... Op de bank.
Kijk. Quinn, dan had je niet zo ver moeten gaan. Ver. Als jij naar een match was aan. Die waren ook echt goed bezig. Lijkt net een koppel, man. Ja. Zo lachen dit. Ben als erin? Ja. Ben als erin? Ja, tuurlijk. Het is allemaal bevestiging dat het eigenlijk wat ik doe, een reactie op jou is niet erg is. Lachen. Ze zoekt Mitch gewoon op de hele tijd. Mitch zoekt haar niet eens altijd op. Nee. Als Mitch het goed blijft spelen, gaat zij er gewoon aan. Jenna gaat failliet. Maar ook Shirley zit volgens de mannen in de groep. Maar dan komt er nog een beeld binnen. Dat ben jij. Kijk, maar dat kan je nog wel even uitleggen. Want dat beeld dat ik daar kreeg was voor mij zeg maar de druppel. Ja, hè? Die vond je heftig. Dat was echt de druppel. Want kijk, ik heb die dag hier, ik heb kans meer gehad, dus ik heb jou gezien met Mitch. Mm-hmm. En besefte eigenlijk dat je er klaar mee was. Mm-hmm. Ik was game over en dan krijg ik ook nog... Dit beeld. En zeg maar... De grap is... Ik ga het ook gewoon zeggen. Dat heb ik daar aangegeven, dus dit is geen expose. Huh? Na het kampvuur zeg maar, je kon kiezen of jij tablet ging kijken of niet, toch? Dus dat heb ik tegen jou gezegd, zeg maar als je dat bericht krijgt op die tablet, is het aan jou de keuze. Oh nee, dat hadden wij niet. Kijk zij tegen ons, is het aan jou de keuze of je hem wil afspelen of niet. Mm. Snap je? Mm-hmm. Dus na dat kampvuur zei ik ben game over en ik... Hoef geen beeld meer te krijgen. Ja, maar daarom hebben ze dit toch expres gedaan. Ja, maar dit is toch, ze zeiden echt, het is jouw keuze. Snap je? Dus als op mijn kamer de tablet af zou gaan, zou ik hem niet drukken. Snap je? Zou ik hem laten. Maar wat ze hebben gedaan is eerst de tablet van Damien af laten gaan. En toen gingen we weg, hè? We liepen weg. Toen zei die productie, de cameraman, zei er komt nog even een totaalshotje. Dus wij dachten van we gaan weer zitten en komt weer dat beeld van Damien toch? Ze deden ook gewoon echt alsof het weer... Ja, maar dat is net... Dus wij drukken op play opeens een beeld van mij. Maar ja, dat is toch vies? Ja, maar dat doen ze toch expres? Ja, maar dat kan echt niet, zeg maar, vind ik. Ja, maar dat is dus het hele spelletje. Ja, maar dat voelt dus, zeg maar, er speelden twee dingen mee. Dat ik eigenlijk had gezegd, ik wil het niet zien. En dan kreeg ik een beeld dat jij opgeschoten hebt bij Mitch. En ik was al kapot, zeg maar. Ik was nog aan het verwerken van de kampvuur die ik had gezien. Mm-hmm. Dus het waren zeg maar drie klappen die ik in één keer kreeg in de ochtend. Ik werd echt lauw. Helemaal gek. Zo, als ik nu weer zie, ik wil weer iemand kapot maken. Maar die, hoe heet het? Dat zwembad. Kijk, als ik het zo zie, zou ik ook wel denken, what the fuck. Oh ja, maar snap je? Maar dat zwembad zit helemaal vol, hè? Met wat? Met iedereen. Iedereen ja. Was in het zwembad. Dat is niet te zien. Nee, maar dat is wel echt zo. Want ik weet nog dat ik daar, dat Jona nog op een bedje voor mij lag. En ik zei, niet mijn aandacht maken. Want ik werd helemaal gek van iedereen. En Mitch zat daar gewoon, ben ik zo op zijn knieën gaan zitten. Ja, op zijn knieën. Je zit daar gewoon op hem, niet op zijn knieën. Oh, maar hij had zijn benen zo. Ja, je hebt altijd, zeg maar, jij hebt wel een hele goede backup. Oh, nee, maar ik dacht, ik vertel het gewoon. Maar waarom blijf je zo vandaag rustig dan? Ik zit daar gewoon en we kijken daar gewoon. Nee, waar? Naar iedereen die voor ons zit. Dan? Zo volgens mij dan. Ja? Vind je dat normaal? Nou, ik wist dat je zwanger was. Ja? Jij en dan zit een handen om je buik. Maar vind je het echt serieus? Vind je dat normaal? Maar ik was echt klaar. Nee, kijk, nu denk ik oké, is niet normaal. Maar op dat moment denk ik wel. Maar snap je wel dan dat ook voor mij de druppel was dat jij me daar afgaf van oké, het is gewoon klaar. Ik heb gewoon, nu kan ik mijn ding doen. Ja, maar hoezo je ding doen? Ja, er zit een jongen. Ja. Met eigenlijk, in mijn hoofd zat hij met zeg maar, zijn handen om mijn kind heen. Oké, maar dan zou zij toch moeten denken, what the fuck, ik ga mijn best doen, want het is van mij. Hoe? Jij ging bergafwaarts. Het was niet dat jij... Het klopt, ging zo. Maar ik had van dus jou willen zien... Ja, oké, dat zou ik niet... Maar ik had van jou willen zien, als ik zo zou doen, dat jij man up en gewoon wel voor zou laten zien hoe ik ga. Dan ook, zou je toch want in het begin krijgen. Ben je gefaald. Ja, maar je zou toch slechte beelden krijgen, hoe dan ook. Nee, want heel veel beelden die ik in het begin heb gekregen, zoals in die schommelstoel, weet je wel. Daar werd ik allemaal niet boos over. Ja, maar de eerste kampvuur was je wel er al klaar mee. Dus laat staan. Omdat je daar al domme dingen had gedaan. Ik zou mij rustig kunnen houden, maar ik zou wel mijn gedrag... Maar kijk, als jij zo al doet, hoezo mag ik dat dan niet? Nou, ik vind wat jij doet wat extremer is dan wat ik doe. Vind ik niet, want... Ik sta niet in min 10 punten toen we daaraan begonnen. Jij wel. Dus elke dingetje wat jij deed was gedaan. Al cruciaal. Ja, dat ik heb zelf niet vreemd gegaan. Ja, dus ik ben ook niet vreemd gegaan. Ja, maar jij bent wel dieper gegaan dan ik. Ik had geen connectie met iemand.
nu ging ik connecten met iemand, omdat ik dacht van ja... Nee, ik vind dat zo, kijk, ik vind dat echt zo slap, zeg maar, jij zelf kent jezelf ook beter. Dan was er wel weer wat anders geweest. Nee, maar met Chanel had ik niks. Oké, maar daar ging, zei je toch ook... Ja, maar daar was je wel al, dat was de reden voor jou om te zeggen dat het uit. Oké, maar dan had je dus, als je dus niks met haar had, hoezo heb je dan toch de beelden afgegeven die je hebt afgegeven? Ik gewoon mezelf was. Oké, maar dan ga je toch niet... Dom, ja, ik wilde het niet weer zeggen, maar... Wat? Douchen. Ja, dan ga je toch niet... Dan weet je toch dat je niet bezig bent. Maar ik vind dat niet de reden, zeg maar, dan ook om hoe jij je gedraagt, om dat, door dat wat ik heb gedaan. Ja, ik vind wel, ik vind het zo respectloos als je weet dat je vriendin zwanger is, maar je gaat toch met iemand anders... Zet op iemand is niet respectloos, met handen om de buik heen. Ja, ik heb dan scheid aan jou gekregen. Ja, toen kreeg ik dus ook scheid aan jou. Ja, maar jij had daarvoor al wat lang al wat goed te maken. Ja, maar ja, dit, kijk, dit, ik bleef een man. Als je een man zo terugpakt... Gaat hij terug. Mannen zijn leeuwen, snap je? Prima. Mannen gaat niet. Prima, maar dan moet je ook weten dat je het kwijt bent. Ja, jij ook. Ja, nou, wat had ik er aan? Dat is niet meer een spelletje. Ik heb gisteren nog wat gezien wat me echt kapot heeft gemaakt. Maar weet je wat het zo raar is? Je vindt iets erg. En dan ga je het opzoeken bij iemand anders. Je gaat samen slapen op de bank, kietelen. Snap je? Oeh. Ja, maar dat is waar we net over hadden. Kijk, een man, dat zeg ik. Wij hebben gewoon soms... Maar dan weet je toch al bij jezelf... Nee, maar... Oké, nee, maar dan weet je toch... Hij gaat nu niet beter worden, want nu die beelden krijgt hij ook weer te zien. Dus hij gaat nog meer schijt krijgen. Ik heb al gehoord, die relatie is het niet meer voor mij. Dus dan kan ik twee dingen doen. Of ik kan... Ervoor vechten. Nee, hoe? Je kan niet met elkaar, want ik zat daar nog een week zonder met jou te praten. Dus je kan niet ervoor vechten. Oké, maar je kan wel ervoor zorgen dat je geen beelden meer aan mij... Kan dat ze niks met mij kunnen laten zien. Nou ja, ik dacht gewoon, ik ging ook in mijn service doen. Dat zeg ik ben gewoon, dat is gewoon mijn instinct. Ik ging gelijk gewoon, ja fuck it, ik ga dan gewoon los. Ik zou niet mezelf zijn als ik zou zeggen van ja, oké, ik blijf hier zo zitten in de hoek. Want zo ben ik. Ja, maar dat is het probleem. Nou ja, ik blijf gewoon altijd mezelf. Ja, dat is het hele probleem. Als jij verder gaat, ga ik ook verder. Dat is heel simpel. Ik kan het dan moeilijk al te doen. Maar, wie zegt dat ik verder was gaan, want als je mij kent... Nou, ja, dat is het dus. Als ik jou ken, zou je dat nooit doen. Ja. Maar je deed het wel, dus ik dacht van, wat zie ik hier? Okay, dat was de mindfuck. Moet je toch denken, oké, dat is een reactie omdat ze het niet leuk vindt wat ik doe. Je hebt zelf daar gezeten, dat is veel makkelijker. We kunnen hier uren over blijven discussiëren, maar het is echt jouw woord tegen mij woord. Dat komen we nooit uit. Oké, zit maar bij. Ja, we zijn pas op 7 minuten. We hebben al 20 minuten gevonden. Dit gaat al bijna zo ver dat ze... Ja, dat ze gewoon echt geen respect meer over heeft. Zie je? Ik weet het zo'n lieve jongen. Maar kijk, mag ik wel één ding zeggen? Nee, maar stil, mag ik één ding zeggen? Ja. Maar snap je nu ook wat, zeg maar, wat je ook opvolgt? Het is niet, jij ziet het en je kan het verwerken, maar iedereen gaat ermee bemoeien. Je krijgt te horen, dat heb jij waarschijnlijk ook, snap je? En dat fokt je gewoon op. Dus je kan in jouw hoofd, kan je wel, ik kon nu gaan zeggen van nee, er is niks aan de hand. En dan komen die boys van ja, wat Shannon gaat echt te ver. Dus snap je dus, hoe dan ook, je wordt gewoon mindfucked. Dat snap ik wel, alleen... Kijk, toen ik die beelden kreeg bijvoorbeeld van jou in die schommelstoel, toen zei iedereen ook al van nou eigenlijk, oh, kijk, ik vind het niet normaal en ik vind dat wel, bij mij zou dat wel te ver gaan, maar toen zei ik ook nou, ik vind dat niet erg. Ja, maar dat was nog steeds wel het eerste kampje. Het tweede kampje zei hoe dan ook. Nee, ja, oké. Je maakt elkaar kapot daar, onbewust. Dat is ook zo, dat is ook echt zo. Niemand maar als ik nu ook beelden zie, denk ik, wat een onzin. Weet je, met die kampvuurdingen. Ja, maar dan zit je alleen, dan kan je het gewoon... Niemand die jou zegt, oh, even stop en wat vind je nou ervan? Nee, ja, dat is zo. En anderen zeggen, ah, je vriend, snap je? Het speelt allemaal mee, maar nu, ja, nu kijk je anders ernaar. Ja. Plus, nu praat je met mij, snap je? Dus dan weet je ook, je weet het verhaal meer erachter. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Ik wou echt naar huis hier, hè. Ik ben echt zo klaar mee. Voor de Temptation had gaan. En ik denk dat dat gewoon precies is wat nu gebeurt. Dat we beide gewoon iemand hebben gevonden. Kijk, dat we gewoon een goede kan nu dan gelijk zeggen, misschien moeten we accepteren dat we beide iemand gevonden hebben. Deze meid zit er pas een dag in. Ja, dat was ook pas later met Mitch. Maar die zit er wel vanaf dag 1 in. En ik had niet de klik die jij... Ja, maar ik liet het niet toe, daarom. Maar ik, de grootste klik die ik had, die was nog steeds met Guido, hoor. Nee. Geef nou maar gewoon een keertje eerlijk toe. Je ontloopt echt. Ik heb, nee, maar kijk, ik heb geen diepgaande gesprekken. Ik vind Mitch qua uiterlijk leuk. Echt een leuke gozer. Jullie zielen waren aan het dansen, dames. Ja, wat moest ik doen daar dan? Ja, dus het hoeft niet per se gesprekken te hebben, hè, om met iemand
iemand. Oké, maar jij doet eerst dat alsof respect, je het jongen. Erg vindt, allemaal. Maar gelijk omdat je die beelden hebt gezien, zeg je toch, ja, we moeten toch accepteren dat we allemaal ja, maar jij snapt niet het klik gevoel. Met iemand hebben. Dat gevoel wat ik hier had, dat is niet over de. Oké, okay, nou ja, we kijken wel verder. Ja. Want het is misschien wat we loslaten. Het is gewoon lastig om met iemand te spreken. Ja, ze kan me zielig vinden, maar. Ik weet wat ze echt voelt. En als ze nog aan me denkt. Ja, en daartegen, nee, maar kijk. Ik heb haar zo geklikt. Misschien moet ik gewoon een keer mijn best doen. Daarentegen weet je ook hoe ik in elkaar zit. Ik ben zo'n guy die zegt van... Oké, maar hebben we van tevoren niet gezegd van... Ga er gewoon wel. Ja, als je zulke beelden hebt, dat geef je wel, ja. Ja, joejoe. Ja. Nu zou een beetje afleiding wel fijn zijn. En hopelijk kunnen... Positief. Maar eigenlijk heb ik het ook opgegeven. Zie je, ik was wel positief. Ja, omdat je een goede ik was positief en ik heb het opgegeven. Ik zat nog ertussen, zeg maar. Ik gun Pommelien nog altijd heel veel. Maar ja, kijk, weet je wat het ook is? Ja, ik weet niet, man. Dus ik hoop dat het minder heftig wordt dan... Ik vind gewoon... Maar voordat we dat gaan... Iedereen die hier zit als koppel... Eigenlijk kan niemand gewoon... De Temptation aan. Wie je meenemen. Wij zijn niet gemaakt voor dit programma. Vooral met name de mannen. Want we zijn allemaal mannen, houden van verleiding, houden van vrouwen. Snap je? En nog niet even één op één kunnen spreken. Dus eigenlijk is het al een beetje... Ja. Zulke mannen als ons moet je niet in de villa met vrouwen, dan wordt het gewoon gezellig. Nou, het is altijd een leuke dag met vrouwen. Eigenlijk, snap je? Dank je wel. Oké, jongens, planning voor vandaag. Zeg maar niks. Jullie gaan op date. Quinten, wie neem jij mee op date? Vorige keer vond ik het zo spannend. Ja, nu wil ik het gewoon zien. Dan weet ik gewoon zelf. Oké, is het uit of niet? Ik had gisteren een hele leuke date met Jamila. Maar mag ik wel eens zeggen, jij zegt oké, bij de tweede koffie mag ik zien, kan ik eindelijk zien is het uit of niet. Waar jij hebt al gezegd dat je er klaar mee bent. Dus waarom moet je dan beelden van mij krijgen om te zien of het uit of niet is? Nou... Je hebt eigenlijk uitspraken gemaakt waar je niet achter stond misschien. Ik ben er ook ik was er ook echt klaar mee. Maar? Ik zeg niet het is uit, mijn relatie. Ik was er ook wel klaar mee, maar het was niet over en uit. Maar zo zei je het wel. Ja, klopt. En dat is dus ook het probleem. Ik weet hoe jij bent, snap je? Als jij zoiets zegt, dat zeg jij niet zomaar, zeg maar. Je hebt nog nooit gezegd, het is klaar, het is over, snap je? Ik ben nooit gezegd. Nee. Dus als jij zoiets zegt, moet je begrijpen, dan ja, eten. En dan kan niet met je praten, dus het is gewoon... Dat is het kutste, ja. Ja. Ik denk dat ik een beetje verloren ben op de bank. Ik vind het best spannend met jou op de bank zitten. Ja, omdat je weet dat je de fout in gaat. Nee, ik weet gewoon jij... Je bent bang voor mij, hè? Nee, maar jij kan gewoon uit de hoek in één keer komen. Klopt. Het is ook spannend met mij op de bank. Ja. Damien zit er niet tussen. Mensen vinden het altijd leuk met ons kijken, maar... Jij het is niet. Eigenlijk helemaal geen pretje met jou op de bank zitten. Dat klopt. Dat vind je leuk? Ja. Wat moet ik zeggen? Wat wil je dat ik nu doe dat het wel fijner is voor jou? Deel? Dat je zeker blijft rusten. Dat kan ik niet lopen. Maar mag ik wat zeggen? Je moet wel begrijpen hier. Neem maar even slot. Zie, maar nu ben ik bang voor jou. Waarom? Ik luister gewoon. Ja, jouw hoofd. Ja. Jouw hoofd staat er. Omdat ik weet dat je alweer onzin gaat lullen. Nee, ik mag wel zeggen, ik ben hier best aangeschoten. Dus? En ik zit met gevoelens die jij mij hebt gegeven. Dus? En dan word ik daar neergezet. Als je, niet, ja. Als je niet tegen alcohol kan, moet je geen alcohol drinken. Jij zegt, ik moet mijn verleiding aangaan, alcohol drinken. Ik heb niet gezegd, ga je verleiding aan, drink alcohol. Jawel, dat heb je wel gezegd. Je hebt gezegd, nee, van mij mag je gewoon drinken en doen wat je wil. Laat maar zien dat je het dan alsnog kan. Nou, dat kan je dus niet, dus dan moest je misschien stoppen met drinken. Ja, maar dat is omdat jij mij die beelden hebt gegeven, Shen. Ik zeg je wel eerlijk, als jij nooit met mensen die beelden had gegeven, had ik dit allemaal niet gedaan. Oké, maar als jij nooit die beelden met Shen had gegeven, had ik dat nooit gedaan, hè? Ja. Alleen jij gaat wel net een stapje te ver, want bij mij en Mitch hoor je geen diepgaande gesprekken. Waarom niet? Die zijn er niet. Ik zeg, ja, je ogen zijn mooi, nou woehoe. En ja, we hebben het over tosties. Jij zegt, ja, dit komt... is... Nee, stil. Jij ja, zegt... Sowieso geen praten. Ik ben jij zegt, ja... ja, nou is het toch zo? Van het verleiden. Ja, helemaal. Jij zegt, dit is meant to be... Ja, maar dat zijn gewoon grapjes, wat ik man. Met jou heb, heb ik maar dat kan niet mensen, als mensen dat niet serieus nemen, is dat niet serieus. Het is gewoon van die gitter. Je zit daar in die vibe, je maakt gewoon van wat die... ga je nu zeggen dat het grapjes zijn? Flirterige grapjes gewoon. Dat zijn geen flirterige grapjes. Nou ja, oké. Okay. Want je hebt die meid helemaal verliefd gemaakt. Waar staat dat nou weer over? Heb ik haar verliefd gemaakt? Ja. Waarom? Door hoe jij met haar doet, toch?
Dan wordt iemand toch verliefd op jou? Nee, we hadden toch gewoon samen een klik. Je kan niet in 2 dagen verliefd worden, dat kan niet. Nou ja, jullie praten alsof jullie elkaar al 50 jaar kennen. Ja, maar dan is het toch. Ja, maar dan is het dus toch een klik als je zo lang met iemand. Als je met iemand kan praten alsof je diegene al jaren kent, heb je gewoon een goede klik. Ja, nou, dat, ja, dat hadden we dus. Ja, ontloopt Mitch zo erg. Nou, ik heb dat wel met Guido. Ga ik dat vragen aan Guido? Oké, waarvoor mag ik nu van jou dan niet lunchen met Guido? Ah, ga weg, joh. Mag, omdat je weet, dus ga paardenzon aan. Volgende week zit Guido op de bank. Is goed. Nee, die week daarna. Volgende week heb ik Damien. Wacht, die krijgt het van Letitia. Wat dit geef ik toe. Hij is misschien iets te ver. Misschien iets te ver. Ik zat gewoon in die motion. Een beetje te ver in die motion misschien. Maar dit is wel, wat jij, ik vind dit is wel de oorzaak, zeg maar. Nee, gevolg want, van de oorzaak die jij mij nee, want Kim, jij had al fouten gemaakt. Vervolgens nu dat jij beelden van mij hebt gezien, ga je en met iemand slapen. Op de bank? Het boeit mij geen fuck waar je met iemand slaapt. Nou ja, ik ook niet met haar, was gewoon zo, haar been. Nee, want je zit wel te kietelen, dus je bent gewoon met haar. Dan ga je ook nog, heb je nog 10.000 theorieën dat het echt the one is, in één keer binnen één dag. Oké, okay, ja, prima. Dat was gewoon een goede klik. Maar mij hoor je dat niet zeggen over mijn chokeringen. Nee, maar dat zie je wel. Dat zie je bij jullie gewoon. Nou, dus niet. Want anders dus had ik wel gezegd, dit is echt mijn droomman. Mitch en ik, ik vind hem qua uiterlijk leuk, maar hij vindt bijvoorbeeld mij ook al. Ik heb een veel te grote bek voor hem. Hij ook voor mij. Oké, maar was daar wel iets. Met Mitch zou ik zo kunnen vechten. Ja, mij ook. Ja. Nou, dat betekent al dat je iets in die jongen ziet. Maar... Ja, maar ik vind dat jij ontloopt nu heel veel gevoel. Nee, ik zeg toch ook van, ik ben ook te ver gegaan. Alleen, waarvoor moet je altijd net even een stapje verder? Want ik zit niet bij iemand zijn piemel in de buurt. Nee, je zat erop. Dat was echt zo niks seksies aan. Nou. Anders hoorde je toch gewoon van ons praten. Ja, zo zag het wel eruit. Ja, zo zag het eruit op een foto. Dat zeg ik, mindfuck. Dit is mindfuck. Jij zegt dat je een stijve pik hebt en dat zij erop ligt en zegt, oh ja, ik voel hem, dat is mindfuck. Nou, sorry hoor. Oké, kijk maar weer verder dan. Nah. Ja, slappe gelul van haar. Nah, is niet slap gelul. Spelende wijze zijn nog wel wat close geweest. Nee, ze is een harde lul. Goed. Daar ik ook niet omheen. Hier, je laat gewoon een chickie op je rijden, Pete. Omdat jij op schoot zat bij Mitch. Op schoot zat, waarvoor heb je daar geen draaiende beelden van gekregen? Ja, maar ja, gewoon mijn hoofd was, ze wisten al dat het kapot was. En dan maar waarvoor heb je geen draaiende beelden gekregen? Ja, maar ja, omdat er niks interessant was. Ja, maar anders kun je zo naar daar anders laten ze wel een filmpje zien met hoe spannend het was of wat we allemaal zaten te praten. Ja, dat zie je daar niet. Nee, want het hele zwembad zat vol. Ja, maar met dat iedereen. Zie je niet. Maar dan had jij dan ook moeten bedenken, van, dus kunnen we een foto maken. Je weet dat ook was het nog... Kijk wat je doet. Hou gewoon aan je... Nou, zoals je ziet mensen, dat is niet helemaal lekker gegaan. Hè? Dat ging niet volgens plan. Maar misschien gaan we het een andere keertje afkijken. Ik ben even buiten lekker een rondje aan lopen en van afkoelen. Maar ja, anyway mensen. Zo gaat dat dus soms, zie je toch? Emoties lopen hoog op. Kijk, voor mij, zeg ik jullie ook gewoon eerlijk. Het is geweest, het avontuur is geweest, ik kan erom lachen, jeetje, ik kan erom praten, maar ja, ik weet niet, volgende keer gaan we misschien verder kijken, misschien niet. En ik wil jullie alsnog bedanken voor het kijken, like, subscribe en ja man, blijf gewoon het kanaal in de gaten houden, want er komen zo leuke dingen aan. En je weet zelf, is je boy you. Hey, poeh, positive vibes only man.